Goedemiddag en welkom bij SCTV. Morgen staan de kwartfinales van de Crocky Cup op het programma met Zult-Waregem als de volgende tegenstander op onze road to Brussels. Ivan, welkom. Is het de moeilijkste tegenstander die we konden trekken? Ja, als we nu dat Zult een verdiende leider in competitie is, dan ook de Anderlecht club standaard zijn al uitgeschakeld, dan is misschien de moeilijkste droom, ja, maar we hebben al gespeeld tegen Zulte. We weten perfect dat is een ploeg die sterk is, die heeft automatisme, die heeft ervaring, maar in beker kan alles. En we hebben ook ambitie in beker. Beker is een heel mooie competitie en in een wedstrijd kan alles. Ja. Zulte is favoriet, maar kan alles. Nou, we zitten nu wel in de winning mood met 3 overwinningen op rij. Je sprak zelf ook al van een kantelmoment na de overwinning tegen Mechelen in de beker. Ja, dat was onze kantelmoment. Ja. Dat vroeger misschien hebben we iets beter gespeeld qua balbezit, qua combinatievoetbal, maar minder efficiëntie, minder rendement. Nu de laatste weken denk ik dat qua rendement STW is gegroeid naar volgende niveau en hopelijk dat kan nog morgen belangrijk zijn. Onze vertrouwen in ploeg, in onze organisatie, ook in balbezit, in de efficiëntie in de box, hopelijk kan morgen ook bepalend zijn. Hè. Ja. En ga je het anders aanpakken dan tegen Kortrijk? Gaan we met dezelfde ploeg spelen of gaat inderdaad William Dutoit terug in goal staan? Onze beste ploeg. Ja. Wij zijn in het moment dat moeten wij op elke training maximum geven en ook morgen met onze beste ploeg. Maar we hebben een brede kern die meestal wat spelers hebben al de kans gekregen. En ook moeten we rekening houden met de situatie dat ook op zaterdag komt ook Gent. En de wedstrijd tegen Kortrijk was een moeilijke wedstrijd. Maar wat hebben we nodig morgen is een ploeg die kan wel lopen, die kan pressing doen, die kan met tempo, hoge tempo spelen. Dat is de enige manier dat kunnen we winnen tegen Zulte. En is iedereen fit voor de confrontatie? Yuji Ono is niet fit. Hij is jammer genoeg niet wedstrijd fit nog nu. En de Wolke Janssens ook voor morgen. Dat is iets te vroeg voor hem. Ja. Oké, dan zullen we zien morgen of we verder kunnen stoten naar de halve finale. Graag tot morgen.